Goedemorgen, ik ben Kevin en dit is ons werkplekje, iMac, met het programma iMovie erop. En zoals jullie misschien hebben gemerkt, elke donderdag en zondag willen wij onze vlog erop gooien, rond een uur of 9 in de avond. Maar ja, het gaat niet altijd. We zijn druk bezig en het is hartstikke leuk om te bewerken. Maar die computer die crasht af en toe gewoon ofzo, misschien doen wij het verkeerd. Of misschien slaan wij het verkeerd op. Want de beelden van deze camera naar de computer zijn best wel hoog. Dus daar ga ik vandaag even achteraan. Ik ga lekker naar de stad. Even naar een Apple Store. Om even te vragen van, ja, weten jullie misschien wat ik kan doen voor het programma. Dat het sneller werkt. En dan ga ik ook even wat eten lekker in de stad. Dus dan zien jullie dat ook allemaal. Zo, ik ben even bij de Mac-winkel geweest. Ik heb even gevraagd waarom mijn computer zo traag is, maar dat schijnt omdat ik een wat goedkoper model heb voor de iMac. Dus dan moet je weer upgraden en al dat soort dingen moet je weer aanschaffen en zo. Een nieuwe computer, maar dat kost ook 2500 euro, dus ik denk, nou ja, dat gaan we even niet doen. Dus ik loop nu naar een andere winkel om even te vragen of ze daar misschien nog iets anders hebben. Dus dan gaan we daar even kijken. Maar onderweg dat ik loop vanaf de Mac winkel naar de andere Mac winkel, kom ik hem gewoon tegen. Johnny Boy! De enige echte. Nou, ik ben in ieder geval weer wat wijzer. Ik ben bij de Apple Store geweest in Den Haag. In de Passage. En super handig. Want hun weten wat meer dan mij natuurlijk. Hun hebben ook gezegd, het kan waarschijnlijk liggen aan instellingen. Je hebt gewoon een goede computer. Dus het is niet dat we mijn computer kleine geheugen hebben of zo, weet ik veel. Dus ik ben benieuwd. Dus zondag heb ik een afspraak. Dus ga ik zondag even erheen. En ik ga nu een klein stukje reizen. UFO-piloot. Is hij toch zo lief? Is hij gewoon langs geweest bij mijn werk en zegt ze, we hadden even wat eten samen. En nu zitten we lekker samen met z'n tweetjes. Even een broodje eten. Broodje eten, alleen mijn pauze is al wel bijna voorbij, dus ik moet weer terug. En wat ga jij vandaag doen dan? Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ben vandaag sowieso naar de Apple Store geweest. En die hebben me best wel veel informatie gegeven. En zondag heb ik dan een afspraak. Dus dan ga ik zondag met mijn eindelijk daar naartoe. Om te kijken of alles goed staat. En alle instellingen. En alle bestanden vanaf de camera goed gaan naar de iMac. Dus ik weet niet wat ik eigenlijk ga doen vandaag. Ja, we hebben elke keer een beetje problemen met het uploaden van het vlog. Want we doen het wel ruim van tevoren, ongeveer 8:30, kwart over 8. Dan komen we ineens achter dat hij gewoon 1,5 uur aan het laden is. En dat is dus de reden waarom het dan zo laat elke keer wordt gepost. En ja. Dus ik weet niet of jullie nog misschien ideeën hebben. Of andere vloggers die misschien weten van ja, dit of dat moet je doen. Reageer alsjeblieft op deze video dan. Dus dan hebben wij er ook wat aan. We hebben een Sony camera. En een iMac. En we verwerken alle programma's of alle filmpjes verwerken via iMovie. En misschien heb je er ook problemen mee. En of had je er problemen mee. Laat het even weten. En dan kunnen wij er ook wat mee. Ja, dat zal wel echt super fijn zijn. Ja. En ik ga maar weer aan de slag. Ik moet weer naar werk. En dan, ik ga lekker chillen, want ik ben een dagje vrij. Zo, met de informatie die ik vandaag heb gekregen, ben ik aan de slag gegaan. En ik heb ons kanaal aardig weten te verbeteren. Als mensen er nu op klikken, krijgen ze een welkomstbericht te zien. Of een welkomstfilmpje te zien. Dat hadden we ook al bij andere vloggers gezien. En we dachten van, nou, dat is wel gaaf zeg. Dus dat heb ik nou veranderd. Dus ik hoop dat het nu wel is gelukt. Zo, ik heb nou weer genoeg op de computer gezeten. We hebben vanavond even met vrienden afgesproken. En ze weten het alleen nog niet. We hebben een superleuk spel. We hebben hem een keer gezien bij iemand. Dat je zo'n ding in je mond hebt en dat je moet praten en zo. Dus die ga ik nou kopen bij de Interteus. En dan hebben we weer een leuke avond. Maar zoals ik al zei, even bij de Interteus geweest. Twee spellen gekocht. 30 seconds en speak out. Super lachen. Het is even prijzig, maar dan heb je wel wat. Dan heb je in ieder geval een gezellig avondje, ja toch? 30 seconds hebben we al een keer gespeeld. En die speak out hebben we van gehoord. Dus we weten niet of het leuk is. Maar sowieso komt het wel. Zo, daar zijn we weer. Kindertje lekker opgehaald. Ze hebben zelf een kroontje gemaakt.
Toch? Van wie is deze? Mason. Nee, deze is toch van Sean? Sean. En van wie is die? Mason. Heb je al laten zien, Mason? Mason is gisteren heel hard gevallen op de crash. Echt tand door zijn lip. Kijk maar. Kom, laat zien. Auw. Dat doet pijn, hè, Mason? En volgens mij ben je ook helemaal dood op. Maar we gaan lekker naar huis. Wacht op mama, dan gaan we lekker eten, toch? Nee! Oh, wat dan? Ik wil niet eten. Wil je niet eten? En papa een kusje gehad voor jou? Nee, ik wil niet. Ja, maar papa wil wel kusje. Geef papa een kusje. Ik wil niet eten. Oh, dan laat papa jou hier staan. Goed? Hallo. Oké, hier. Wie is Peen? Ik ga. Nee, hier. Wie is Peen? Kijk eens, Peen. Hier, Peen. Ga papa gewoon kusje. Hier, schat. Je hele oor zit scheef. Heb je wel mooi gemaakt, jongens? Mooi gemaakt. Mooi gemaakt, jullie mutjes. Nee, dus gaan we lekker naar huis. Zo, jongens, we zijn weer lekker thuis. Wat gaan we doen? Waar gaan we in? Bad. Bad. Toch? Bad. Meester, gaan we in bad? In bad. Ja, hè? Lekker omkleden. In bad. En na bad gaan we... eten. Eten. Mwah. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Doe maar zo. Mwah. Mwah. Doe maar eens een lekkere bad. Hé? Hé, waja. Hé, waja. Zo, daar gaan we van. We zijn onderweg naar vrienden van ons. Met twee spellen. 30 seconds. En, wat zei je? 30, wat doen we? Speak, speak out. Mijn Engels is very well. Toch? Ja, very good. Very good. Very nice. Ik heb ook van vrienden zo'n schurkalender gekregen. Dat is gewoon zeg maar van die Nederlandse uitspraak, alleen dan in het Engels. Alleen dan in het Engels. Dus dan, hoe heet dat? Noem eens een voorbeeld. You take me in the mailing. Zulke soort uitspraken. Ja, zulke soort uitspraken, zeg maar. Ja, oké. Okay. Die uitspraken gaan helemaal nergens over. Maar... omdat ze weten dat ik zo Engels praat, ze zeggen, hier heb je een scheurkalendertje. Nou, in ieder geval. Is voor Peter en Carmen dit stukje. Bedankt Peter en Carmen daarvoor. Maar we gaan in ieder geval nu naar vrienden van ons. Dan gaan we lekker spelletje spelen, toch? Ja. Hebben we er zin in? Super veel zin. Je weet wel dat je gaat verliezen, hè? Nee, ik ben heel goed in. Nou ja. Iets trots zeggen. Pols cafeetje. Of een Pols supermarkt. Je moet dat ding toch natuurlijk in je mond doen. Maar je wil wat anders in je mond doen. Nee. Sukkel. Oh. Oh. Aanrijdingkie. Dat is een kleine aanrijdingkie. Oh, hij stapt uit. Onje. Kijk, dit gebeurt er nou eenmaal in ons buurt. Ja, dit is ons buurtje. Echt superleuk buurtje. Hij rijdt ook gewoon weg. Dit gebeurt er gewoon in ons buurtje. Cafeetje. Kijk, hapsakeetje. Oh, hij wil nog ruzie maken ook? Ja. Hij wil naar achteren, hij tikt hem tegen hem terug aan. Dat is ons buurtje. Super veilig. Nou joh, maar dat soort dingen gebeuren hier. Aanrijdingen, je rijdt gewoon door. Hartstikke leuk. Maakt het allemaal uit. Omdat het hier ook een soort van winkelcentrum is, zeg maar. Een heel klein winkelstraatje. En er is sinds kort een Poolse kroeg. Of een Poolse, zeg ik weer verkeerd. Een Poolse restaurant. Kijk. Dat soort dingen gebeuren er ook. Pissen gewoon lekker tegen de muren. Hoe laat is het nou? Het is nu 9:30. Ja, je moet het maar kwijt kennen. Dit is even één stukje van ons huis naar een vriendenhuis. En je maakt wat mee hoor, hier. Maar ik zei net weer, Pools restaurant, maar ik bedoel een Poolse supermarkt. En sinds die er is, is het alleen maar chaos. Kijk, zien, hoor, voordat ik mij hier. We gaan dus speak-out spelen. Mooi. Dit heeft Kevin dus vanmiddag gekocht bij de Intertoys.
En het schijnt echt een superleuke spel te zijn. Maar we moeten dus even kijken hoe we dit in ons mond moeten stoppen. En hier staat het dus uitgelegd hoe je het in je mond moet doen. Oh my god! Maar Lindsay heeft het dus al in haar mond gedaan. Even kijken. Laat zien. Oh my god, kijk zijn bek dan. Tering. Dat is wel handig voor de tandarts dit. Mooi. Hoor je goed trouwens? Ja. Lammetjes wolven. Lammetjes wolven? Rammetjes. Rammetjes. Nee! Nee! Maar dat is handig. Nee, jij mag niet uitbeelden. Rammetjes. Rammetjes. Rammetjes wolven, huilen naar de haan. Rammetjes. Mannetjes, wolven, huilen naar de haan. Ja. Ja? Ja. Weker, worsten en jou eet. Weker. Beker. Weker. Zeker. Weker. Leker. Beker. Weker. Weker. Worden. Weker worden. 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 Worsten en jou eens. Weken worden wisten je eens. Weken. Worden. Worden. Weken worden. Ik ben hier zo slecht in. Weken. Worden. 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 Ja, worden. Worden. Weken worden. Worstelen. Worstelen. Ja, eens. Wel eens. Ja. Ik kom. Hij zei kom. Ik zei kom niet. Een zelfgemaakte geborduurde vlaggendeken. Een zelfgemaakte borduurde vlaggendeken. Een zelfgemaakte geborduurde. Geborduurde. Gewaardeerde. Geborduurde. Gewaardeerde. Een zelfgemaakte geborduurde. Geborduurde. Vlaggendeken. Vlaggendeken. Lappendeken. Lachendeken. Lappendeken. Lappendeken. Wollige hu. Watte vijf vette vissen. Wollige wie? Bollige wie? Wollige. Bollige. Wollige. Bollige. Wollige. Mollige. Wie? Mollige wie? Wie? Ik zag heel die zin. Wie? Laatste. Jammerende scheren op het dak. Jammerende? Spreeuwen? Schreeuwen? Schreeuwen! Spreunen! Ja! Op het dak! Ja. We zijn lekker onderweg naar Mevlana. Ik ga lekker even ontbijten met die jongens. Wat wil je? Ja? Dan gaan we lekker Turks ontbijten. Super lekker. Kinderen vinden het ook lekker. Het is ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Toch? Zo'n klein speelhoekje. Dus kunnen ze daar ook nog spelen. Maar dan kunnen wij even lekker ontbijten. Gisteren een superleuke avond gehad. Niet te laat gemaakt, want anders weet je het wel. Dan kun je de volgende dag weer niet opstaan of je hebt een punt over of weet ik veel wat. Gewoon normale tijd naar huis gaan. En we waren er ook weer lekker vroeg uit voor die pikjes. Dus iedere dag zo als we samen weggaan. Kijk. Hij wil dat ik hem optil, maar op een gegeven moment heb ik geen armen meer over. Het is echt zwaar. Verleden keer was ik ook alleen. En toen, had ik die kinderen opgehaald, moest ik ze alleen ophalen. Shoot. Alleen ophalen en de hele tijd tillen. Zo, nou, ik had echt 2 dagen spierpijn. Niet normaal. Hé, Mason? Ja, toch? Waar is papa? Hij heeft jou gezien. Hij had jou gezien. Wat ga je doen, schat? Wil je springen? Klimmer. Kom aan. 1, 2. Gaan we een aanloopje nemen. Aanloopje. Kijk, wacht. Aanloopje. 1, 2. Nee, zeg, waarom ben je bang? Waarom ben je bang? Kom. Charlie wil jou. Oh. Ga jij filmen dan? Hier blijven, Mason. Mason, hier blijven. Even wachten. 1, 2. Goed zo. Je kunt helemaal alleen al. Hier ook springen. 1, 2.
Ik wist dat je dat zou doen. Zo. Weggooien. Weggooien, goed. Prullenbak. Ga je weer vallen, meisje? Let dan ook op. Je loopt net als een oude man die hebt gesopen, joh. Je valt vaker, hè? Gaat het schot? Wat zijn nou die schoenen? Ik weet niet wat het is. Kom maar, ik til je wel op. Ja, dat wist ik al. Ja, papa heeft het al gehoord. Ja, papa heeft het al gehoord. Kom maar dan. Kom. Zo. Kijk. Zie je jezelf? Meisje pijn. Ja, meisje heeft geen pijn. Die is gewoon gevallen. Gevallen? Toch? Ben je ook gevallen? Nee. Nee, jij bent niet gevallen. Meisje weg. Meisje wel gevallen. En wat gaan wij doen? Weg. Waar gaan we eten? Sjanne weg. Sjanne weg. Sjanne weg? Wat zeg je, schat? Sjanne weg of lippen. Oh. Hij heeft pijn aan zijn lippen, bedoel je? Meisje lippen. Ja. Nee, dat is geen lippenstift, schat. Lippenstift. Nee, is geen lippenstift. Mason is gevallen op de grond. Dus die heeft auw en dat doet pijn. Hij heeft een blauwe lip. Hij heeft geen blauwe lippenstift. Lekker, hè? Lekker eten. Lekker, hè? Ga maar een slokje nemen, Mason of Sjan. Ga je zwaaien? Goed zo, schat. Lekker ding. Doe maar zo. Lekker soepje erbij. Kippensoep. Super lekker allemaal. En een broodje. Zo, wij gaan ons wel vermaken hier, toch? Wat is er? Sjan, wat is er? Heb je je mond verbrand? Doe je vingers uit je mond. Mond. Wat heb je? Zo. Pardon. Goed zo. Pardon. Ja, hier. Oké, dan neem jij papa zijn glas maar. Samen delen, ja? Je bent een stoute. Ja, ik word het echt aan het vol. Lekker zeg. Heb je er trek in? Ja, zeker. Ik ga alleen links maar pakken. Ja. Sjan. Sjan. Was het Pika? Pika. Pika. Ga maar eten. Nee, je wil niet Pika. Oh, je wil niet Pika. Wat krijg je dan? Pijn niet. Nee, ze, wat doe je? Oh, je wil die. Sjan en Mason, is het lekker? Dit lekker? Dit is. Lekker, jongens? Lekker, hè, Sjan, mag je vrij? Comedian.